we gaan die persconferentie goed moeten voorbereiden. Waarbij ik onderscheid maak tussen die grote persconferentie die we met elkaar hebben afgesproken voor 24 mei. Waar we heel breed, heel diep, alle ministers, hele regering, parastataal, naar de samenleving gaan om aan te geven wat er afgelopen 10 maanden aan regering is gedaan. En ook een jaar na die verkiezing. Maar deze persconferentie zijn die hot issues die er zijn in de samenleving. En die moeten we vandaag identificeren, goed voorbereiden. En er gaan maar 2 mensen deelnemen aan deze persconferentie. Dat is de vicepresident en mijn persoon. En we gaan alleen over die hot issues praten. Uiteraard de hele inrichting van de persconferentie. Dat moet protocol en communicatiedienst Suriname goed doen. Goed representatief. Wie gaat flankerend achter zitten of zitten alleen maar 2 mensen daar? En welke zijn de issues die we allemaal gaan bespreken? Natuurlijk moet je naast die issues ook meenemen de actualiteit. De actualiteit is zeker, namelijk datgene wat zich voltrekt op dit moment in het binnenland. Wateroverlast, wat we als regering gaan doen, dat is bijzonder belangrijk. We hebben net beslist dat we morgen als leiding van het land, de president en de vicepresident, gaan vliegen naar het gebied. Om ons persoonlijk te oriënteren in het Matawai-gebied. Maar uiteraard, er is enorm veel onder water. We moeten even kijken hoe dat allemaal georganiseerd wordt. Wat de juiste plaats is voor landing. En hoe het traditionele gesagramang allemaal te ontmoeten. Maar daarvoor is er een organisatie aangewezen om dat allemaal te gaan doen. Dan hebben we een hot issue van Saint Vincent en de Grenadines. Lidstaat van CARICOM, die op dit moment geconfronteerd wordt met enorme explosies, vulkaanexplosies. En ze hebben hulp nodig. En belangrijk is dat we ook daar solidariteit tonen en ook hulp geven. Dus dat gaat ook een onderwerp zijn wat we moeten bespreken. Dat van COVID blijft actueel. Heel wat ruis geweest de afgelopen dagen. Laten we kijken wat de stand van zaken nu is vandaag en wat de vervolgstappen zullen zijn. Vanaf vandaag, er is een persconferentie gepland. Ad interim volksgezondheid Krishna Mathura gaat daarover wat nader informatie geven, aangevuld met inputs van andere ministers. Maar dan zien we wat onze bijdrage zal zijn woensdag nog. Als president en vicepresident. En het allerbelangrijkste is namelijk de financiële crisis. Waar staan we? Waar staan we met IMF? Waar staan we met Lazard? Wat zijn de issues van onderhandeling? Wat is het resultaat? Wat is te verwachten de komende dagen? En we kijken ook uit naar datgene wat we gevraagd hadden tijdens de laatste regeringsraad. Dat sociaal pakket van maatregelen dat we moeten aanbieden aan de samenleving voor de 3 maanden. Dus voor de 3 maanden moeten we woensdag aangeven, deze zijn de maatregelen die de regering zal treffen. Zonder aan te geven wat die volgordelijkheid is. Zodat we een beetje vrije ermessen hebben om duidelijk in te vullen. Dit moet nu gebeuren, dit moet volgende week gebeuren, dit gaat gebeuren na 25 mei.